Hallo allemaal, ik ben Nicola en vandaag hebben we over K-pop. K-pop staat voor Koreaanse pop. Misschien heb je wel ooit over gehoord, of luister je vrienden naar, of je zag het voorbij komen op het internet. Met voorbeeld van GOT7, BTS of EXO. In het algemeen is K-pop niet zo erg bekend in Nederland. Er zijn wel duizenden tieners die naar luisteren, maar het wordt toch nooit gedraaid op radiozenders. Er was wel een liedje in 2012 die heel grote hype werd in Nederland. Het was Gundam Style, gezongen door Psy. Het werd onder andere gedraaid op radio 538 en 3FM. Ik denk door de taal, omdat het in het Koreaans is en mensen dat niet echt begrijpen. Als je kijkt naar de Nederlandse artiesten, waardeert Nederland talent niet echt volgens mij. Een beetje rond 2012 of 2013. Ik had in de tweede vriendin en die was echt mega K-pop fan. En door haar heb ik het een beetje leren kennen en meer gaan luisteren. En dus toen ben ik fan. Ja, je hebt meiden- en jongensgroepen. Ik denk van de meidengroepen Red Velvet. En van de jongensgroepen is het echt een beetje moeilijk voor mij, want er zijn heel veel getalenteerde groepen. Maar ik denk echt wel EXO, BTS, NCT en Icon. Ik denk de kleuren en de dans en de video's zijn gewoon heel mooi. De zangers en rappers zijn heel getalenteerd en ik vond het gewoon heel mooi. Er zijn ook mensen die het niet leuk vinden. Voorbeeld Nikita. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Waarom haten mensen K-pop? Omdat ze in Koreaans zingen en je verstaat helemaal niks van, is geen goede excuus. Want vorig jaar was Despacito ook een grote hit. Maar het was toch in Spaans? Dat versta je toch ook niet?